lopen. Oké. Voor de mensen die niet weten hoe dit werkt. Ik eerst ook niet. En ik heb met Game Mode 3 even gekeken hoe dit werkt. Dat ziet er dan heel raar uit. Het poppetje. Voor de duidelijkheid, ik kan gewoon nog steeds rond blijven kijken. Hey kijkers van DDC Community, dat gaan jullie niet geloven. Inderdaad, je ziet die Pokémon staan en je denkt van, wat ga je laten zien? Is dit een of andere mod? Is dit Pixelmon? Ah, kennen we allemaal al lang. Nee, dat is het niet. Dit is geen Pixelmon. Dit is letterlijk zonder mods, met een texture pack en met tienduizenden armor stances dit gemaakt. Ik denk dat als mensen dit gaan proberen, dat niet elke computer het aan kan. Ik weet, de laatste tijd ben ik een beetje aan het opscheppen over mijn PC. Maar dit moet je niet op een laptop proberen. We gaan Pokémon spelen in Minecraft. En dit is niet zomaar Pokémon. Dit is heel moeilijk uit te leggen. Wacht, ik ga het wel laten zien. Oké, we staan hier in een hele mooie arena. We kunnen wel even omheen lopen, want ze hebben er heel veel tijd in gestoken. Daar hebben we Venusaur. Daar hebben we Blastoise. En daarachter staat Charizard. En je ziet hem al. Een hele grote Game Boy Color. Oh, we kunnen zelfs vliegen. Holy shit, is dat wel de bedoeling dat we kunnen vliegen? Ik weet het niet. We gaan gewoon eventjes om de map heen. Ze hebben een soort van speelarena gemaakt. En dit is hem. Dit is de Game Boy Color waar we zometeen op gaan spelen. En ook letterlijk hierop gaan spelen. Ik kan eigenlijk de game niet breken. Niet laten zien zonder hem te breken. Dus we moeten het gewoon even zo doen. Hallo, mag ik even boekje? Waarom zou ik het niet doen? Game Mode Survival. Gaat hij het nog doen? Ah, dat was hem. Oké, hij moest even inladen. Game Controls. Start, stop. Oké, go. Start. Waar worden we nou heen gebracht? Er gebeurt iets. Ik kan iets niet meer. Ik kan niet meer bewegen. Oh my god, dit moet allemaal ingeladen worden. Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest dat dit in Minecraft kan. Maar er is iemand die dit dus daadwerkelijk gedaan heeft. Oké, en het spelletje begint. To save and start the menu before logging off. Oké, alles wat je hier ziet. Voor alle duidelijkheid, dit is dus de arena waar ik net in rondvloog. Zie je, Blastoise, daar stond ik net, zeg maar. Oh, sorry. En we zitten hier dus gewoon naar Pokémon te kijken nu. Weet je die Game Boy Color nog? Je kan Pokémon spelen hier, in 3D-versie. En je ziet het al, als ik hier wegga, dan zie je dat het scherm verandert en dat dingen weggaan. Zie je dat? Zie je dat, dat in dit geval Bulbasaur gaat steeds weg? Dat heeft te maken met dat het allemaal armor stands zijn. Je denkt waarschijnlijk dat het is een filmpje of een plaatje. Maar elke keer als je deze Pokémon ziet bewegen, van rechts naar links. Kijk, die gaat zo meteen weg en dan komt er een nieuwe. Ja, heb je Nidoking, hartstikke tof. Dat zijn allemaal armor stands. Dit is echt insane hoe ze dit gemaakt hebben. We moeten alleen even heel even kijken bij de controls. How to play. Up, down, left, dat is WASD. A is F. B is shift. Oké. Dus we drukken op spatie. Oh my god. En je kan gewoon blijven rondkijken. Dit is echt niet normaal. Ja hoor. En je kan gewoon selecteren. Dit zonder enkele mod, hè? Dit is alleen een texture pack. En het zijn heel veel armor stands. Goed. Nieuw game. En dan drukken we op F. Gaat die... Hello there. Welcome to the... Ja? Oh, F. F? World of Pokémon. Oké. Hij kan het allemaal niet zo goed meer. Oh ja, nou wel. Hij moest even inladen. People call me the Pokémon prof. Nice, ouwe. The world is... Dit kennen jullie al, want dit is gewoon het spelletje. Ik zal er wel even wat sneller doorheen gaan. Myself, I study Pokémon as a profession. Oké, nice. First, what is your name? Dude, ik heb dit nooit begrepen. Het ziet er zo raar uit dat je gewoon rond kan kijken. Je bent mijn opa, maar je weet niet hoe ik heet. Ik heet toevallig Red. Zo, oké. Zou je je eigen naam kunnen invullen? We gaan dat zo meteen bij Gary proberen. Ja. He's been your rival since you were a baby. Wat is zijn naam ook alweer? Oké, dan gaan we kijken of ze het toetsenbordje hebben gemaakt. Oh my god. We noemen hem Mats. Hebben ze dit? Oh. Mats. Oh my god. En het wil ook nog. His name is... Mats? Voor mij snapt hij de game niet. Nou ja, misschien werkt het niet zo perfect als ik zou denken. Maar is dit niet belachelijk, dit? Oké, en nou kunnen we als... Ja, we kunnen lopen. Oké. Voor de mensen die niet weten hoe dit werkt. Ik eerst ook niet. En ik heb met Game Mode 3 even gekeken hoe dit werkt. Dat ziet er dan heel raar uit. Het poppetje. Voor de duidelijkheid, ik kan gewoon nog steeds rond blijven kijken. Ik kan gewoon zo blijven lopen.
Dit poppetje staat altijd in het midden van de Game Boy, zoals je waarschijnlijk ziet. Dat betekent dat ze alleen de richting hiervan veranderen, van het poppetje, en ze hebben een animatie toegevoegd. Dat is heel knap. En volgens het plaatje, dus zeg maar het huis waar je nou in zit, dat plaatje beweegt dus achterlangs. Je laat dus eigenlijk niet het poppetje bewegen, wat je denkt, maar het plaatje. Het is briljant. We gaan... Er zat een potion in de computer, hè, volgens mij. Turned on the PC. Withdraw item. Ja, er zat een potion in. 1 keer. Nice. En nu? Shift. Kan ik hier nog uit? Hallo? Moet ik wachten op het een of ander of zo? Dat is het nadeel. Je zit met armor stands. Je zit soms gewoon te kloten. Ik ga dit een keer uitproberen. En kijken of ik in-game kan komen. En of ik mijn eerste Pokémon kan vangen. Dus hij is keihard vastgelopen. Ik zie jullie zo meteen nog een keer. Nou, dat is op zich ook wel grappig om te zien. Dit is blijkbaar dus... Ik stond hierboven. En dit is wat je dan ziet. Alleen ik ben op een of andere manier ben ik mijn dingetje kwijt. Kijk, Oké, ik kan het nou wel even kort laten zien. Gamebo 3. Het zijn allemaal armor stands zoals je ziet. Allemaal armor stands. Hoe lang is zo'n man hiermee bezig geweest? Dit is echt niet normaal. En het zijn kopwebjes die dus in feite bewegen. Jezus. Oké, ergens zouden toch al die comment blocks moeten staan, zou je zeggen. Mijn computer is er vastgelopen. Oh mijn god. En in al die dingen heeft hij natuurlijk een code staan. Game Mode Creative. Kunnen wij heel even spieken met wat je gedaan hebt, maat? Dat zou ik echt super, super leuk vinden. Kom, switch je Game Mode. Doe het. Wij willen de Game Mode. Gaat hij het nog doen? Oh ja, ja, daar zitten we. Oké, en... Blokdata, auto 1B. Daar zit helemaal niks in. Hier zit ook niks in. Oh, dat wordt gevuld. Ik snap werkelijk waar geen donder. Maar kijk even, joh, dit lijkt wel programmeren. Dit lijkt wel de binnenkant van een computer of zo. Hij kan het ook gewoon letterlijk niet inladen af en toe. Hij is weer vastgelopen. Oké, we willen echt even naar beneden. Ik wil kijken, wat hebben ze hier allemaal gemaakt, joh? Zijn dit mappen? Zijn dit knopjes? Waar kijken we naar, in godsnaam? Oké, dit zijn waarschijnlijk de witte schermen, die snap ik. Hij loopt de hele tijd vast, dat ding. Wat is het? En hoe lang is zo'n man hiermee bezig geweest? Een 0E5... Oh, Jesus Christ. Wat zit hierin? Niks. Er zit niks in een dispenser. Oké. Wat zijn het voor rare plaatjes dan, joh? Oké, we gaan nog even gauw bij... No way! Zo'n man moet hier 2 jaar mee bezig geweest zijn. Dat kan niet anders. Waar is de core computer? Ik wil weten waar de core zit van de computer. Zoveel van die dingen! En zelfs mijn computer kan het gewoon niet aan, want hij loopt de hele tijd loopt die vast. Wat voor NASA-computer moet je hebben om hem niet halverwege vast te laten lopen? Dit slaat echt helemaal nergens op. Misschien als je hem op een server zet, dat hij dan meer aan kan of zo. Ik weet het niet. Oké. Hij loopt wat te vaak vast, zeg maar. Maar ik denk dat jullie in het algemeen het idee snappen. Je kan toetsenbordjes hebben. Je kan een spelletje hebben. Ik heb het al een keer gespeeld totdat hij vastliep, zeg maar. Helemaal totdat je eerste Pokémon kon kiezen, kon vangen. En je eerste battle met Gary. En het werkte gewoon. Deze man moet heel snel een job krijgen bij Mojang of bij wat dan ook. Want als we even heel eerlijk zijn... Natuurlijk zitten hier allemaal nog blokken onder. Man, is dit gewoon heel stuk vetter dan... Mojang en Minecraft eigenlijk al gemaakt hebben. Het is gewoon echt even next level. Goed, dit was een rare review van een mapje. Maar als je dit net zo vet vindt als dat ik vond. Ik zou zeggen, probeer het eens uit op je laptopje. Zorg even dat je het kan hebben dat je Minecraft zou crashen, zeg maar. Zonder dat je gelijk
ja, aan de beurt bent, zeg maar, dat je hele computer vastloopt. Het zou een beetje sneu zijn. En natuurlijk even een like achterlaten op deze video. Even een reactie achterlaten. En je kan ook abonneren op DNC Community. Want dan blijf je op de hoogte van nieuwe video's die wij uploaden elke dag. Bedankt voor het kijken, dames en heren. En tot de volgende keer. Doeg!